vierde jaar op rij werd het schaatsevent Ski on Ice georganiseerd. Op de laatste dag van het seizoen dat de Irene Wüstbaan open was, streden 24 bedrijventeams tegenover elkaar in de bedrijvencompetitie. Een competitie die bestond uit drie onderdelen, de estafette, de marathon en de ploegenachtervolging. Om deel te kunnen nemen aan de competitie was per team een deelnamebedrag van €500 vereist. Dat geheel ten goede komt aan een goed doel. Nou, TNIS is een samenwerkingsverband tussen Rotary Triborg Tilburg en IJsclub Tilburg. Wij organiseren dit ter promotie van de ijsbaan en de schaatssport in zijn algemeenheid. En daarnaast dient het goede doel het kinderschaatsen in de basisschoolleeftijd. Dat kunnen we vanuit deze activiteit financieren. Tijdens de bedrijvencompetitie waren er op het binnenterrein schaatsclinics. Onder leiding van oud-wereldkampioen Barbara de Loor. Samen met vrijwilligers van IJsclub Tilburg werden op speelse wijze de clinics afgewerkt. De clinics zijn dus een afspiegeling van de type schoolschaatsen zoals we dat aanbieden. En dat schoolschaatsen, daar bedoelen wij mee dat de kinderen schaatslessen krijgen in schooltijd. Bijvoorbeeld als vervanging van andere lichamelijke opvoedingslessen. Dus wij laten ze bewegen en kennis maken met de schaatssport. De kinderen konden de tips van Barbara heel goed gebruiken. En ondanks dat het ijs heel erg glad is, bleven de meesten gewoon staan. Nou, het gaat altijd met vallen en opstaan. Maar het ijs was echt super glad, dus dat vonden ze best wel moeilijk. Maar ja, ik geef dan wat goede tips. Diep zitten, goed zijwaarts afzetten. En dat pikken ze eigenlijk heel snel op, dus dat is super leuk. En er blijkt talent tussen te zitten. Ze durfden zo het ijs op en hadden geen vrees om te vallen. Nou, als ze er veel plezier in houden. En ik zag echt een paar met van die short track schaatsen en ook echte noren. Helemaal recht op hun schaatsen. Dus als die nog even goed oefenen, wie weet dat ze op de Olympische Spelen nog zijn. Ondertussen werd er op de 400 meter baan een concurrentie met elkaar aangegaan. Verschillen tussen de teams waren dit jaar erg klein, waardoor het een spannende strijd werd. Teams Wijzen eindigde vorig jaar nog op een vierde plaats, maar ging dit jaar vol voor de overwinning. Het gaat heel erg goed. Ze hebben net met estafette hebben ze in hun ronde hebben ze van het team hebben ze gewonnen. Dus ja, ze liggen goed op schema. Teams Wijzen 2 werd uiteindelijk de winnaar van de vierde editie van Ski on Ice. Tijdens de uitreiking werd er een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Jan Giesberts. Hij kreeg deze onderscheiding omdat hij zich jarenlang heeft ingezet voor de Tilburgse ijsport. Wethouder Auke Blauwbroek reikte het lintje aan Jan uit, die ook verbonden is als organisator van het schoolschaatsen en Ski on Ice. Laat ik zeggen, vanuit IJsclub Tilburg, waar ik lid van ben, laat ik zeggen dat wij natuurlijk bijzonder blij zijn met de samenwerking met de Rotary, omdat die ook met name dit mede mogelijk maken. Wij zouden dit alleen niet kunnen realiseren. Dus dat compliment wil ik de Rotary Triborg Tilburg wel meegeven.